motherfucker. Mensen, welkom bij Nu op 1 Lijn. En vandaag ben ik met... Mr. Mathalicious himself. Yo, what up, what up, what up, what up? Stelletje supersterretje. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Mad Fair Vlog. What up, stelletje superster. Ik ben hier in het bejaarde thuis. En ik ga gewoon een praatje maken met de mensen. Even kijken of ze vriendelijk zijn, of ze wel zin in mij hebben. Hoe gaat het, lieve meneer? Ja. Ik ben professioneel vlogger. Ik zou graag een praatje met u willen maken. Nou, ik heb niet zo'n zin voor dat. Hoe gaat het, lieve meneer? Als blikken konden doden, dan was ik gisteren al dood. Hij haat mij en mijn 7 schelpen, 12 cavia's en 3 onzichtbare honden. Kut. Ja. Ik ben professioneel vlogger. Ik zou graag een praatje met u willen maken. Nou, ik heb niet zo'n zin voor dat. Ik zit te wachten op iets en daar moet ik naartoe. Dus... Ik kan u garanderen dat ik u kan opvrolijken. Nee, je kan maar niks garanderen. Ik heb geen zin gewoon. Respect. Okay. Kan ik u een hand geven? Ja. Ja, dank u wel. Kan ik u wat te drinken aanbieden? Nee, dank u wel. U bent er helemaal klaar mee? Ja. Oké. Okay. Hij is er helemaal klaar mee. Nou mensen, ik ben met deze lieve meneer hier zo. Hoe gaat het met u? Goed. Kun je hand geven? Mijn naam is Lexus en hoe heet u? Ja. Henry! Wat zijn de hoogtepunten uit uw leven geweest? Nou, ik heb altijd heel veel gereisd, overal heen. Bent u in Suriname geweest? Nee, helaas niet. U gaat overal, behalve Suriname. Ja, maar dat is weer erg van de route afwijkend. Oké, dan wat was uw route? Meer Azië. Oké, Griekenland, Turkije. Ja? De Arabische landen. Wat is het hele idee daarachter? U wilt gewoon de wereld zien? Ja, de wereld zien. Oude plekken die verdwijnen. Dat zijn ook in de Arabische landen. Ja? De moskeeën en de steden. Oké, en wat heeft u het meest aangesproken? De islam, het christendom, jodendom? Nou, de islam heeft mij toch het meest aangetrokken. Ik ga bij die meneer zitten. Een oude vriend. Ja? Nou, vertelt. Nou, hoe gaat het met u? Kloten. Kloten? Ja, ik ben verkouden. En ik heb de dokter gebeld. Duurt 6 weken, zeggen ze. U bent verkouden, maar u heeft geen jas aan. Nou, meneer, dat zoekt u te klein beetje zelf. Ja, ik ga naar buiten. U gaat niet naar buiten. Ja, ik was aan het draaien, dus. Ja? Proost. Ik interview alleen maar mooie mensen. Wat heeft u een pech dat u mooi bent? Wat pech dat ik zo lelijk ben eigenlijk. Nee, alles behalve lelijk. De meest spijt van heb ik dat ik iets zuiniger had moeten zijn. Met uw geld. Ja, meer heb ik niet. Nee? Nee, maar ik heb wel des te zuur. Een mooie gouden tand, hè? Dat wisten we wel, hè? Ja, prachtig. Nou, maar wat is zuinig? In het leven moet je ook leven. Je moet ook genieten van het leven. Ik ben 70 jaar geworden verleden week. Gefeliciteerd. Flapstad eigenlijk. Kan ik u trakteren op iets? Op een kappersbezoekje of iets? Ja. Hoe ziet uw droomvrouw eruit? Droomvrouw? Kijkt u daar een lieve mevrouw? Zou u daar een beschuitje mee willen eten? Al gedaan. Was u zo'n een feestganger vroeger in uw jongeren? Ja. Pilletjes, snuiven. Nee, nooit gedaan. Nooit gedaan? Nee. Heeft u Willem Holleder persoonlijk gekend vroeger? Nee. Heeft u ooit deelgenomen aan het crimineel leven? Nee. Ik had het wel gedaan. Ja, hè? Ja, natuurlijk wel. Iedereen doet het tegenwoordig. Nee, ik heb het niet gedaan. Het zat niet in mijn vermogen. Nee. Laat u nu iedereen hier interviewen? Nee, alleen 2 mooiste mensen van hier. En dat zijn u en Henry. Voor de rest interview ik ze. Wij zijn de mooiste mensen, zegt hij. Nou, wat? Ik weet het al niet meer. Woerap, stelletje supersterren.
Zoals jullie net hebben gezien, ik heb een gloednieuwe telefoon gehad, speciaal voor de fans. Wil jij kans maken op het winnen van mijn telefoonnummer? Nee, sorry, ik verwoord het verkeerd. Als jij abonneert, en je bent een abonnee dus, dan krijg jij mijn telefoonnummer. Het zijn geen geintjes. En ik reageer ook nog. Je ziet het, ik app met iedereen. Geen geintjes, bro. Young man, fellicious. Sowieso shout out naar iedereen, mensen. Als ik niet reageer, je ziet zelf waarom. Kijk, ik blijf maar scrollen. Kijk hoeveel mensen. Op door balen. Op de kermis met Amarelio. Hij wilde zo graag naar de kermis dat hij gewoon weigert om zijn jas aan te doen. Op door balen. Eet smakelijk, tijger. Mag ik ook een hapje van je? Nee, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hij gaat ze zelf vangen. Is hij goed in? Kijk daar een bio, je moet die mannen vangen. Ga maar vangen, ja? Hoe kost het? 5 euro. Goed zo! Als jij dit even vasthoudt, pak ik het geld voor je. Als je even film. Ga maar vangen! Ga maar vangen, Amio! Vangen! Meer vangen, goed zo! Kijk op die tijger hoor, het maakt hem helemaal niet uit, hij vangt sowieso! Ga me even helpen, ik ben professioneel ballenvanger. No homo! Kijk hoe papa dat doet! Papa is abnormaal goed! Ga je nou eentjes vangen? Like Mario Cash wel, jongen. Ja, doe maar, hoeveel kost het? Het was 3 euro, man. Beneden wat uitzoeken. Dus 4 euro? Nee, 3. Ja. Moet beneden uitzoeken en ja? 6 voor boven. It was at this moment that he knew. He fucked up. Heb je niet gelijk, hè? Nee. Nee. Ja. Ja, ja, doe maar. Ja. Ik heb het zo, hoor. Geen probleem. Dankjewel, man. Mag eigenlijk niet met je handjes, hè? We hebben het niet gezien. We hebben het niet gezien. Abnormaal. Ja, jij denkt dat makkelijk is. Ja, dat dacht ik echt. Best wel moeilijk. Papa gaat je helpen. Zo heb ik je moeder ook gevangen, jongen. Hey mensen. Ik ben hier met de krachtpatser die het tegen de Dawn wilt opnemen. Dit is abnormaal. Als ik van hem verlies, het interesseert me niet hoe lang hij traint. Broer, dan ben ik gewoon een flikkertje. Ik behoor tot de legendary Super Saiyans, broer. En ik ga hem dat vandaag laten zien. Sta jezelf even voor, broer. Wat zo mensen, ik ben Curtis Fox. Ik ben Nederlands kampioen, ik word bodybuilder. Mooi boy dus. Kijk hem daar, genuine look-like, motherfucker, G. Maakt niet uit hoe hard je traint, G. Interesseert me niet. Als jij van mij wint, broer, steek ik mijn vinger in mijn kont en leer ik letterlijk ademen uit mijn kont, G. Ik behoor tot de legendary Super Saiyans, G. Mijn fair power. Ik ga vandaag amper dikken tegen Lexus Adon. En we zullen zien. Ja. Wat denk je dat het gaat zijn? Ik ga sowieso winnen, bro. 100%. 100%, bro. 100%. We zullen zien, mensen. Normaal. Wanneer zijn de volgende wedstrijden dan, bro? Ik denk dat ik volgend jaar toch wel wedstrijd ga draaien. Waarom pas volgend jaar? Omdat ik zeg maar 2 wedstrijden heb gedraaid achter elkaar. Mm-hmm. En mijn lichaam had niet echt zeg maar, rust om te kunnen groeien, want je hebt zo'n off-season. Mm-hmm. Dus mijn laatste wedstrijd deed ik zeg maar, weer een kampioenschap. Mm-hmm. Dat was in Spanje, Benidorm. Mm-hmm. Maar ik was niet zeg maar op mijn best daar. Ik stond niet echt gewoon goed hoe ik normaal moet staan. Je moet staan. Snap je? Dus op een gegeven moment was ik niet echt goed geplaatst. Mm-hmm. Deed me wel pijn, dat zoiets van, weet je wat. Mm-hmm. Ik moet echt gewoon even tijd hiervoor nemen om te kunnen kweken, weet je, om te kunnen groeien. Dus daar heb ik gekozen om een hele jaar gewoon niks te doen. Mm-hmm. En gewoon focussen op alleen maar groeien, groeien, groeien en spieren kweken. Nice. Dus volgend jaar ga ik wel meedoen, man. Als jij van mij wint, broer. Ja.
krijg je deze. Wauw! Mensen, zien jullie dit? Als ik van hem win... Mevan! Mevan, ga je voor, broer? Winnen... Op de Mevan Challenge! Broer. Ja, man. Respect. Snap je? Ja, man. Oké, we gaan even duidelijk zijn. Geen rare clinches, geen rare trucjes. Stoppen is stoppen. Niemand moet geblesseerd worden. Poeh, Asagbi. Geblesseerd, Lex? Abnormaal? Dat is alfabet uit je konde waarschijnlijk. Het is geblesseerd, Drerry. Geblesseerd. Raak op, nee, man. Ja? Hou die tafel goed vast. Nee, kan niet. Dus... Geen geintjes af? Geen. Nee. Goed? Niks dat. Tel maar af. 3. Twee. Nee, wacht even. Wat doe je, man? Oh, ben dat met je tellen? Ja. Maar wat wil je tellen dan? Eén. Je tellen goed? Wacht. Twee. Drie. Veel fucking kracht. Maar je doet deze, hè? Nee, oké. Okay. Je doet die. Ik kom recht. Of man, bro. Deze man is abnormaal sterk. Vegeta, geef me je energie. Go, ik heb jullie nodig. Anders gaat mijn vinger in mijn kont en dat kan ik niet sjouwen. Help jullie me alsjeblieft. Dit is up, normaal. Je buigt op me. Nee. Je buigt op me. Fuck it. Hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen. Je ging een beetje buigen. We gaan weer links. Maar je bent fucking sterk. Maar hij is fucking sterk. Met een moetje pilletje. Oké. Ziet het, hè? Links, hè? Ja. Tamme. Go. Links wil je sterker. Hij fucking veel kracht. Ja, mijn vriend. Ik zie het. Broer. Je hebt gewonnen, man. Broer, man. Hé. Dit is mijn vriend. Maar je bent sterk. Ziet het. Hij heeft gewonnen, mensen. Ik moet eerlijk toegeven. Hij heeft fucking gewonnen, broer. Maak je het zwaar moeilijk, of... Ja, dat is waar. Ja? Sorry. Rapper Shores gaat voor het eerst een jointje. Oeh, nu ben je echt stoer. Probeer met ze aansteken. Je hebt vaker gerookt, joh. Shores, eerlijk. Nee. Eerlijk. Ja, nee, nog nooit, man. Oké, kom. Stoned worden met Shores. Je gaat te snel. Shores, ja. Kom. En nou jij, Lex. Nee, maar ik rook niet. Zomaar een Mario Cash van hem. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, gooi hem maar weg, Shores. Nee? Gooi hem maar weg. Ook al niet. Nee, we roken niet. Wij roken niet. Gooi hem maar weg. Gooi die joint maar weg. Gooi hem. Ja, misschien hou ik hem... Nee. Wil je hem houden? George is nu al verslaafd. Nou, hoe is je... Ja, goed. Ik ben meteen helemaal, je weet. Maar je voelt je goed? Ik voel me goed. Oké, dan. Nou, ik vind wel dat je het goed hebt gedaan. Je hebt eigenlijk eerder gerookt. Ik train veel, dan moet je niet roken, man. George, wat was je eerste ervaring met een joint? Ja, in principe heel goed. Maar wat gebeurt er met je? Ja, je vergeet in principe je problemen. Dat is het probleem nou. Ja, dat is het probleem. Maar je kunt natuurlijk, ja, het kan natuurlijk ook wel zware gevolgen hebben. Het kan natuurlijk ook van wiet naar heroïne en van heroïne naar op het station zitten en van op het station naar in de prostitutie en van in de prostitutie naar tot de politieagent en van politieagent word je dan weer. Dus ben je wel blij dat je een hasje hebt gerookt voor het eerst? Ja, zeker. En hoe lang kun je nou nog met zo'n sigaret doen, zeg maar? De manier hoe jij rookt, Jos, niet lang! Ja. Jij gaat er vandoor, man! Ja, weet ik. Maar het was gewoon een gekke ervaring. Maar ik moet wel zeggen, ze zijn toch behoorlijk pittig. Het is duur. Ik kan me voorstellen dat... Maar als je nog een trekje junks... wil je nog een trekje nemen? Want ik zie wel dat je best wel... Je mag hem opstellen. Ja, dat de junks...
ja, daar eigenlijk alles voor gaan stelen wat ze maar kunnen. Hoor mensen dat jullie er zijn. Hier uur. Ah, kijk die prinses of prins. Benji. Meer die sabret. Ja, sorry man. Gratis merchandise? Ik ben hier voor jou blessings voor hem. Ik ga je niet opeten, hè? Ik lach nu met je. Ja, vond je? Ja, tuurlijk. Kijk hier. Wil je bij Oompie Jos gaan? Wil je bij Oompie Jos? Jos, wat wil je dan? Jos. Hey. Kijk. Ik heb nog een omhelzing dan. Heb je nog wat lieve woordjes voor mijn zoon? Tuurlijk, maar topper. Je wordt nog knapper dan je vader, geloof me. Maar hij gaat nooit meer op je oompie Lex lijken. Ja, topper? Ja. Nou. Hey, weer naar papa? Met je goede mondje. Acht maanden al, toppertje. Ja. Oh, hoe heet die? Duke. Hey, Duke jongen. Toppertje. Hey, weer naar papa, ja? Ah, thanks, alsjeblieft. Mama zeker? Hier, let's go, Melody. Wel Stone. Maar wat moeten we? Charles Wel Stone, jongen. Hij wil die joint eens weggooien, hè? Nee, ik heb hem nu. Kom, nee, we gaan roken, man. Ik heb hem net weggegooid. Nee. Waar is dat feest? Kijk, we mogen niet naar binnen, toch, broer? Ja, dan nee, kunnen we net zo goed weer gaan, dan. Nee, maar hey. Waar gaan we schieten? Yeah, let's go, hey! Gewoon aan de street. Hey. Mensen, om te beginnen, echt super bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen. En sorry dat het zo lang heeft geduurd, hè. Playboy, alles goed? Mooi boy, is het echt hard voor mij? Hij is undercover fan van ons. Oké, cameraman. Yes. Komen jullie dan één voor één, ja? Nee, we gaan eerst even één voor één, toch? Yo mensen, we zijn aangekomen bij de kartbaan. Jullie zien het, mijn broer Dwayne Meerzorg is hier. Architrek. Dat is gewoon fijn. Gewoon fijn, lem achter de cam daar. En we gaan nu naar binnen. Heb je er zin in, Jos? Yeah! Legendarische rapper Jos loopt ook een spa rood. Vertel eventjes waar we zijn dan. Ja, we zijn nu op dit moment in de kartbaan, in Silverstone. En hij heeft gewoon alles voor niks gefixt. Die Lexus is gewoon een hele goede zaken, man. Ik heb alles moeten betalen, zelfs mijn drankje moet ik betalen. Alles? Alles moet ik voor betalen, Jos. Oké, ja, daar heb je toch iets verkeerds gedaan. Motherfucker. Vond je mijn vlog waanzinnig? Te gek, spetterend, nice, cool, legendarisch. Abonneer, like, shout out naar jezelf. Yo, ben het